Hi, mijn naam is Maria Joanna, hier vanuit Bali. Ik ben weer net hier een paar dagen. Helaas regent het, maar het geeft me de gelegenheid om weer video's op te nemen. En in deze video wil ik het graag hebben over verbinding. Op de vlucht hier naartoe ben ik een boek gaan lezen. Dat gaat over moeder Maria en Maria Magdalena. Sinds ik Maria heet, heb ik daar heel veel interesse in en ben ik daar mee aan het verbinden en ook nu aan het lezen. Ik kreeg het boek van een vriendin van mij, Maria heet zij ook. Het is heel erg lief. En het boek, dat bracht me zo in contact met mijn gevoelens en mijn verlangens die ik altijd heb. En hier werd allemaal bevestigd in het boek eigenlijk, wat ik ook allemaal zelf voel. En het gaf mij extra motivatie om meer te doen met het vrouwelijke. En ik denk er eigenlijk zelfs over om op vrouwen echt te gaan richten. Want ik vond het zo mooi wat hier allemaal in stond. Dit is precies ook wat ik zelf wil neerzetten. De verbinding met het vrouwelijke. Ik heb ook een video gemaakt over The World is Out of Balance. Toen in het Engels gemaakt. Ik geloof echt dat het de sleutel zit in de balans weer terugbrengen tussen het mannelijke en het vrouwelijke. De wereld is nu heel veel gebouwd op het mannelijke. Dus heel veel doelen stellen, ratio, logica. Terwijl wanneer we het vrouwelijke meer in balans zouden brengen, dus de creativiteit, de intuïtie en het gevoel, dan zou er weer balans zijn en dan kunnen we weer eigenlijk verder naar een mooiere samenleving. Ja, want we zitten natuurlijk in het ascensieproces. Het ascensieproces houdt dus in dat we allemaal onze frequentie aan het verhogen zijn en daardoor verandert ons bewustzijn. Doordat ons bewustzijn dus verandert, krijgen we een andere manier van denken en gaan we dus eigenlijk eens van het denken ook weer naar het voelen toe, naar het vrouwelijke. En wat me vooral heeft geïnspireerd uit het boek is dus ook die verbinding leggen. Want wat je ziet in de wereld om ons heen is dat we eigenlijk steeds meer uit verbinding gaan. Einstein zei ook al, heeft uitgesproken van ik ben bang voor een wereld waarbij mensen meer verbinden via technologie dan dat ze echt met elkaar verbinden middels hun hart. En eigenlijk zitten we een beetje in het tijdperk nu al, want er zijn veel mensen die dan wel met elkaar samen zijn, maar heel veel met hun telefoon bezig zijn. Meer dus eigenlijk naar beneden kijken naar hun scherm dan dat ze bezig zijn met ja, de echte connectie met elkaar. En dat is natuurlijk eigenlijk heel zorgelijk. Maar het gaat vanzelf, want ik betrap mezelf er ook op dat ik mijn telefoon doorscroll en ik dan denk, wie doet dit? Want ik wil dit helemaal niet en toch doe ik het. En dan denk ik, waar ben ik nou weer beland? Ik denk dat veel mensen dat nu in deze samenleving hebben en veel mensen voelen zich ook eenzaam en dat is heel jammer. Maar we leren gewoon niet te verbinden, terwijl dat is waar het helemaal om gaat. Verbinding ten eerste met jezelf. Om vervolgens te verbinden met elkaar en met een grotere groep. Maar we zijn allemaal nu heel erg met onszelf bezig. En dat hoort ook in het proces natuurlijk. Om eerst met jezelf bezig te zijn. Om vervolgens naar anderen iets uit te dragen of met elkaar te verbinden. Tenminste, zo zie ik dat. Maar de basis is dus zelfliefde. De basis emoties zijn angst en liefde. Dus je kunt altijd kiezen tussen of je handelt uit angst of uit liefde. En in ons programma zit gewoon heel veel angst en dat is zo jammer. En wat we nu te doen hebben, is steeds een stukje angst loslaten. Hier ging eigenlijk ook met name mijn seminar over. Hoe ga je nou om met die angst en laat je het transformeren naar liefde? Je kunt het zien alsof je steeds, je bent dus in jouw wereld, je hebt je eigen holografische werkelijkheid. En je komt angsten tegen. Dat is juist goed, want wanneer je bewust bent van het jasje angst wat je aan hebt, kun je het voelen en kun je het vervolgens loslaten. En dat is de hele kunst. Dus het zien, het waarnemen, het bewust worden en dan loslaten. En dan is het alsof je steeds een stukje gordijn wegtrekt en steeds een mooiere film ziet eigenlijk van jouw werkelijkheid. Hoe meer je loslaat, hoe meer je eigenlijk wordt van wie je echt bent. We zijn dus in het ascensieproces, we gaan in vibratie omhoog. Maar we zijn natuurlijk ook ooit van boven naar beneden gegaan. En daardoor zijn we dus heel veel gaven als het ware verloren van wie we echt zijn. En daardoor hebben we allemaal trauma's opgelopen. Dus de weg hier naartoe was traumatisch. Tenminste, zo kun je het zien. En dus de weg terug kom je al die pijnen weer tegen en ga je die allemaal weer helen. Zodat je steeds meer liefde wordt en steeds meer expressie geeft aan wie je echt bent. Want dat is wat je wilt doen. Je wilt expressie geven aan wie je bent. En dat is liefde. En nu zit er misschien nog heel veel angstlagen omheen. Maar je zult misschien al zien als je nu kijkt naar de dag van vandaag en een jaar geleden, of misschien 10 jaar geleden, dat er al zoveel angst is losgelaten. En hoe meer je door je angsten heen gaat, hoe meer liefde je wordt en hoe gemakkelijker ook wordt het wordt om de volgende stap te zetten.
Ik was gisteren op een feestje, dat moet ik eigenlijk wel, vond ik wel heel grappig. Ik was in gesprek met een Nederlandse jongen en die zei, ja, ik heb een bedrijf in Nederland en ja, ik zit hier eigenlijk al een jaar en nu beginnen mijn vrienden opeens van, nou, ik wil eigenlijk ook wel komen. En hoe kan ik het eigenlijk voor elkaar krijgen om hier naartoe te gaan, naar Bali en daar te gaan wonen en werken? En hij zei, en eigenlijk zie je dat er altijd wel een weg is. En dat nu langzaamaan druppelen vrienden van hem ook richting Bali. Want veel mensen hebben natuurlijk een voorbeeld nodig om vervolgens ook echt te gaan doen. Dus je bent eerst onbewust en opeens zie je allemaal mensen, bijvoorbeeld in dit geval, dus naar Bali gaan en hier wonen en werken. En dan gaat er eigenlijk, wordt er een zaadje bij geplant. En uiteindelijk komt er dus ook een keer een moment dat je denkt, ik ga het gewoon doen. En je zult zien als je de juiste intenties hebt en vertrouwen hebt, dat het echt de wereld scheelt. Het schijnt heel moeilijk te zijn om hier een huis te vinden. En nu heb ik binnen een dag een huis gevonden en de vorige keer ging het precies hetzelfde. Het ging zo vanzelf. En ik heb er eigenlijk niets voor gedaan. Dus het is juist dat vertrouwen, dat loslaten, dat dan de mooiste dingen naar je toe komen. Want een wonder is gewoon een uiting van liefde. En de liefde is wie je echt bent. Dus maak die connectie met jezelf. Maak die connectie met je ziel. Want jouw ziel weet waar je naartoe moet. En er is een pad wat we allemaal belopen. We hebben een soort gezamenlijke bestemming. Of je nou linksom of rechtsom gaat. Of je misschien nog meer levens nodig hebt. Of het in dit leven doet. We hebben allemaal eenzelfde bestemming. En die bestemming zou ik zeggen dat liefde is en verbinding. Er zijn veel complottheorieën. Of misschien is het ook echt waar. Ik laat het even in het midden. Maar we gaan in ieder geval naar een nieuwe aarde toe. En wat je ziet is dus dat er verschillende nieuwe aardes zijn. Dus eentje die vanuit liefde is en uit verbinding. Maar ook één waarbij mensen in een hele hoge potentie zijn. Maar en dus heel intelligent zijn. Het wordt een beetje in de film Lucy laat eigenlijk zien hoe mensen zouden zijn als in hun volste potentie zijn. Maar dat het meer gestuurd is. Dus dat het eigenlijk heel technisch is. En dat dus de grote bedrijven hier dus allemaal onderzoek aan het doen zijn. Van hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar. Zodat ze een soort mens kunnen maken zonder die verbinding, zonder het hart. Dus er wordt een nieuwe aarde gecreëerd met heel veel harmonie. En dat allemaal fantastisch eruit ziet. En geordend. En het lijkt allemaal geweldig. En mensen leven langer. Hebben ze zo'n intelligentie. Maar eigenlijk worden mensen dan steeds meer een robot. Dus en je kunt een soort check doen van, als je al heel erg in de band bent van de technologie en uitverbinding, dan zie je al een beetje welke kant je op gaat. Dus het gaat echt om iedere dag te beginnen met die verbinding met jezelf. En niet met de verbinding met de telefoon, maar juist naar binnen te gaan en die verbinding te maken. En niet alleen dat, je verbindt je dus met jouw innerlijk. En je laat je vrouwelijke kracht eigenlijk versterken. En vrouwelijke kracht is intuïtie. Dus het gaat over intuïtie in jezelf. Dus de kracht die in jouzelf zit, om die te ontwaken en ook de creativiteit weer te verspreiden en dat ook te doen. Want creativiteit, dat activeert ook jouw rechter hersenhelft en daar zitten meer vrouwelijke eigenschappen in. En wanneer je dus iedere dag je dag begint met de verbinding te leggen met jezelf, kun je jezelf ook verbinden met jouw vrouwelijkheid. Of je nou man bent of vrouw, we hebben allemaal mannelijkheid en vrouwelijkheid in ons, maar misschien voelen vrouwen zich hier meer door aangesproken. Dus verbind je met je vrouwelijkheid. En verbind je met alle vrouwen op de aarde. Door gewoon de intentie uit te zetten om te verbinden. En vervolgens maak je een nog een grotere leap. En dan verbind je met al het vrouwelijke op andere planeten. En daarna kun je nog meer verbinden met al het vrouwelijke in andere galaxies. En zo zul je steeds meer kracht ontwikkelen. En vrouwelijkheid naar buiten laten. Door alleen maar de intentie te hebben om de verbinding te leggen. En dat is de sleutel om je dus voldaan en verbonden en zeker en krachtig te voelen. Het geeft een enorme kracht om met jouw vrouwelijkheid te verbinden. Dus dat zou ik zeker aanraden. En mocht je het gedurende de dag verliezen, ga dan gewoon weer even naar binnen. Een heel klein moment is al genoeg. Het kost zo weinig moeite. Maar het gaat om dat je het een gewoonte maakt. Of wat je ook kunt doen is even 3 keer ademen. Dus heel diep inademen en helemaal uitademen. En juist die ademhaling is zo belangrijk. Want bij het uitademen laat je los. En wat we te doen hebben is loslaten. Angst van ons loslaten, weg laten gaan. Dat hebben we niet meer nodig. En hoe meer we loslaten, hoe meer we komen bij onze essentie, wie we echt zijn. En hoe meer we expressie kunnen geven aan wie we zijn. En dat is waar we allemaal naar verlangen.
Ik hoop je te zien in mijn volgende video. En ik zou zeggen, blijf in verbinding met jezelf. En ik zie je snel.